Nou, de uitkomst van het Heart of Health VIP-programma, dat we samen besloten hebben om Heart of Health gewoon echt neer te zetten. En hierachter zijn we toch wat een stapje verder gegaan. We willen gewoon het lab neerzetten waar ondernemers in de zorg kunnen starten, kunnen groeien in Utrecht en de wereld een beetje mooier maken. Het is fijn dat we hier op de Dutch Health Week een start-upplein hebben dat Utrecht Heart of Health heet. Na natuurlijk de regiopositionering die we hebben ingezet als regio. Metropoolregio met 1,5 miljoen mensen. En we zijn goed in gezonde mensen, gezonde leefomgeving, die samen uitkomen in een gezonde samenleving. En daarom fantastisch dat zo'n initiatief als hier met allemaal innovatieve bedrijven op de Dutch Health Week staat. De Dutch Health Week is heel belangrijk voor ons, omdat hier meer dan 12.000 professionals uit heel Nederland bij elkaar zijn. Dus zowel innovatief bedrijfsleven als allerlei zorginstellingen en kennisinstellingen. Ja, en al die kennis, als je die koppelt aan de uitdagingen die er liggen om de zorg nog beter en nog wat mooier te maken voor de komende jaren. Ja, dan hebben we die innovatieve partijen nodig om wat verschil te maken. En als Ron... Ja, zijn we hier aanwezig met het start-upplein, waar ook 10 start-ups uit onze regio aanwezig hebben. Ja, die mede ook oplossingen hebben voor die vraagstukken waar vanuit de zorg en uit de maatschappij behoefte aan is. Het traject is samenwerksverband tussen 5 topsportclubs, van Kampong tot Utrecht tot Hellas en zo verder. En wij zijn met z'n allen bezig om beter te presteren voor de stad Utrecht, waardoor we uiteindelijk helden ontwikkelen die anderen weer kunnen stimuleren om iets te doen aan hun gezondheid en vitaliteit. En eigenlijk in dat samenwerksverband zoeken we allemaal nieuwe innovaties om mensen gezonder en vitaler te maken.